Anne. Goedenavond, bonsoir. Welkom op onze persconferentie. We starten met vragen voor Clint Almada. We commencent avec des questions pour Clint Almada. Bart. Bonsoir, Clinton. Tu es un des joueurs de Bruges qui joue toujours. Comment tu te sens avant ce dernier match de poule en Champions League, personnellement, et comment tu sens le groupe? Est-ce que vous pouvez arracher encore quelque chose? Bonsoir, d'abord. Aujourd'hui, je me sens bien. Donc, voilà, je me sens fit. On fait ce qu'il faut de nécessaire au club pour pouvoir récupérer. Et après, je pense que c'est aussi le club qui fait en sorte que voilà, on puisse être bien en forme à chaque match et à 100%. Comment tu sens le groupe en général avant ce match important? Aujourd'hui, je sens le groupe voilà, confiant, avec beaucoup de positivité. Je pense que voilà, on sort d'une grosse semaine et voilà, il faudra montrer ça dès demain. Nils. Bonsoir Clinton. Est-ce que tu penses souvent encore au match aller ou 1-1 à Jan Breidel? Après, voilà, j'y pense pas trop, mais voilà, je pense qu'on a quand même laissé une bonne image par rapport à ce match-là. Je pense qu'il faut voilà, reproduire ce qu'on a fait au match à domicile et tout est possible dans le football. Bonsoir Clinton. Est-ce que le dernier match contre Leipzig tourne encore beaucoup dans les têtes? Parce que finalement, à cause de ça, peut-être que même une éventuelle victoire ici ne suffirait pas, puisqu'il faut mettre l'autre résultat en perspective. Après, voilà, le match contre le Leipzig est derrière nous. Je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout se focaliser sur le match de demain. Et on doit juste se regarder nous-mêmes et pas regarder qui que ce soit ou l'autre équipe ce qu'il fait. D'abord, commencer par nous-mêmes et puis on verra ce qui se passera après. Oké, voldoende. Oké, dan gaan we over naar vragen voor de coach. De question pour le coach. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Effectivement, vous êtes dans une position très difficile puisque même si vous gagnez, ça ne suffirait pas. Où est passé le merveilleux club Bruges du tout premier match contre le Paris Saint-Germain? C'était trop difficile, la Ligue des Champions? Néerlandais, a-t-il gezegd? Oui, il peut répondre en néerlandais. Vous avez la traduction. Voor deze campagne, had iedereen gezegd, groep des doods. En heel veel mensen 0 op 18. De groep heeft exceptioneel gepresteerd in die eerste twee wedstrijden. Daarna ook nog in momentum. Momentums in die andere wedstrijden ook nog goed. Andere momenten dat we het een stuk moeilijker hadden. Maar dat is de realiteit. En we zitten met heel veel wedstrijden op korte tijd, de voorbije weken en maanden. Maar uiteindelijk zitten we op dit moment mee op koers naar die titel. Zitten we nog in de beker, waar we een belangrijke concurrent hebben uitgeschakeld. En zitten we hier op die laatste speeldag nog altijd met een mogelijkheid eventueel om ons te kwalificeren. Dus daar gaan we ons op concentreren, op gewoon ons eigen spel om het maximale uit deze wedstrijd te halen. Dat is het doel naar morgen toe. Hoezo? Sion Noir. Dag Filip. In hoeverre maak je je ongerust over de wedstrijd Leipzig-Manchester City? City misschien met allemaal invallers? Ja, maar dat zijn dingen waar je geen controle over hebt. Je hebt er geen enkele invloed op. Dus daar moet je niet mee bezig zijn. Ik denk dat we voor onszelf de lat heel hoog hebben gelegd dit seizoen. Omwille van onze ambities. Dan heb je pech met die loting in deze groep terecht te komen. Maar daarna hebben we heel goed gepresteerd. Heel sterk gepresteerd, waardoor dat die lat nog eens verlegd is.
we gaan er alles aan doen om tegen Paris Saint-Germain een goed resultaat te halen. Maar je kunt nu niet verwachten dat we ineens gaan zeggen we gaan Paris Saint-Germain even van de mat spelen. Je moet realistisch blijven in die dingen. Wij gaan alles doen wat in onze mogelijkheden liggen om er zoveel mogelijk uit te halen. Ik heb gesproken voor deze campagne van dat je 3 stunts nodig had. Echte stunts. En we hebben 2 stunts gedaan. En nu is morgen de laatste kans om die 3e stunt te halen. En daar gaan we alles voor doen. Bart. Dag Filip. Het is vandaag Sinterklaas. Zat er iets in jouw schoen vandaag? En misschien is er morgen nog een verrassing. Wat zou dan een mooi resultaat zijn voor jou? Ah, een mooi resultaat. Ja, dat je je kwalificeert. Dus dat is een mooi resultaat. Of als de groep een heel sterke wedstrijd speelt en dan hang je dikwijls van details af. Dus ik denk dat we vooral op onze kwaliteit moeten focussen, op onze organisatie ook. Het kan niet alleen met kwaliteit aan de bal zijn, we gaan alle 2 moeten tonen. En een groep die heel weerbaar is en strijdbaar is, wat ze de voorbije weken ook bewezen hebben. En deze lijn verder doortrekken nu. Met de accenten die minder waren de voorbije weken, waar we ook niet zomaar doorkijken, dat we die weer terug verbeteren. Philippe, bonsoir. Bruges encaisse beaucoup pour l'instant. Dans quelle mesure est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour toi et que mets-tu en place pour solutionner? In de eerste plaats moet je ook kijken tegen wie dat je gespeeld hebt. Dus dat moet je ook altijd in rekening brengen. Maar er zijn een aantal dingen die minder waren in die wedstrijden. We hebben een tijd geleden met een ander onderdeel van de verdediging meer problemen gehad. Dat is opgelost met er beelden over te laten zien, met erop te trainen. Dat is veel beter nu. Nu een ander onderdeel was minder, in de voorbije 2 wedstrijden vooral. Dus we zijn er verder mee bezig. Veel training is er niet op dit moment. Dus dat is extra aandacht naar heel de groep toe. Want dat gaat niet alleen over verdedigers, naar heel de groep toe. Om dat terug te verbeteren. En uiteindelijk, als je naar heel het seizoen tot nu toe ziet in onze competitie, waren we voor Serijn de ploeg die expected goals op de eerste plaats stond. Conceded. Dus het is ook niet zo dramatisch dan dat het wordt voorgesteld nu. Maar het had een heel pak minder moeten zijn. En dat hangt soms van de factor geluk ook af. Dus nu zijn we op de 2e plaats na een jaar. Na deze speeldag. En we hebben de ambitie om op het einde van het seizoen het minste doelpunten tegen te hebben en de meeste gemaakt. En dan gaan we op een hele mooie plaats eindigen, denk ik. Daar zijn we heel hard van aan het werken allemaal. Thomas. Filip, die 2 stunts, dreigen die niet een beetje teniet worden gedaan als jullie hier uitgeschakeld worden? Nee, ik vind dat niet. En ik wil daar ook niet over nadenken, maar ja... Er blijven stunts, hè. En blijft wel de realiteit. En of dat dan nu de eerste 2 wedstrijden zijn of de laatste 2, op het einde van de rit mag dat geen verschil uitmaken. Maar ik ben nu niet bezig met negatieve scenario's. Ik ben bezig om allemaal samen met de groep om het allerbeste eruit te halen. En dan kan het iets fantastisch zijn, maar dan gaan we heel veel kwaliteit moeten tonen morgen op alle onderdelen van het voetbal. Dat is heel duidelijk. In hoeverre speelt hij geen match nog mee in je hoofd? Naar keuzes toe? Want je hebt toen een ploeg gezet die het 90 minuten heel goed gedaan heeft. We zijn 3 maanden later. De vorm van sommigen is veranderd. In hoeverre speelt dat nog mee bij een trainer? Ja, dat kun je niet laten meespelen nu, omdat, zoals je zegt, de vorm is bij sommigen veranderd. Plus, wij komen uit een week met een heel hoge belasting. Dat zien we ook. Er zijn een paar jongens die... Maar het blijkt dat ze zulke belasting nog nooit gehad hebben en die wel een aantal pijntjes hier en daar hebben. Dus daar ga ik ook rekening mee moeten houden. Om geen gekke dingen te doen, waardoor ik spelers verlies naar de volgende maanden toe. Dus dat is een heel ander gegeven dan 3 maanden geleden. Dus je mag die wedstrijd niet doortrekken. Net zoals we, want ik wist het zelfs niet meer, 2 jaar geleden hier gespeeld hebben. En we kwamen in de kleedkamer. We hebben nog wel een aantal herinneringen aan die kleedkamer van 2 jaar geleden. En Clinton zei mij, ja, ik heb die wedstrijd niet gespeeld. Dus hij was geschorst toen. Ik moet eerlijk zijn, dat wist ik niet meer. Ik dacht dat Clinton had gespeeld, die wedstrijd. Dus het is altijd keuzes maken aan de hand van wie dat er beschikbaar is en wat de vorm van die week of maand of die omstandigheden zijn. Junior.
Filip, ja, PSG doet het ook niet bijster goed de laatste wedstrijden en ze zijn al geplaatst voor de volgende ronde. Kan dat in jullie voordeel spelen? Ja, dat is ook weer iets dat ik niet mee moet bezig zijn. Hè. Dat zijn altijd van die verhalen. Is dat een voordeel, is dat een nadeel? Komen er eventueel nieuwe jongens in die heel gretig zijn om te spelen? Of zijn er dan minder automatismen? Dat zijn altijd verhalen die achteraf dan worden gezegd, wat of hoe. Wij moeten gewoon bezig zijn met onszelf. En hier alles aan doen om een goede wedstrijd te spelen en boven ons niveau te presteren om hier een resultaat te halen. Dat weten we allemaal en daar gaan we allemaal heel hard voor strijden. Ludo. Ja, Filip, in de huidige omstandigheden, je hebt het over een stunt, maar als er een kwalificatie is, hoe zou je dat dan omschrijven? Nog als je nog derde wordt, is dat dan een mirakel, is dat een klein mirakel of is dat gewoon een stunt? Ik denk dat dat een mirakel zou zijn in deze groep. En met deze teams en deze budgetten. Dus het is heel mooi om die zesde speeldag daar nog over te kunnen dromen, denk ik. En dat hadden veel mensen ons niet gegeven op voorhand. En daar gaan we verder in door om morgen kwaliteit te tonen en veel kwaliteit te tonen. Dat is de opdracht. En dan kan je zien hoe dat scenario van die wedstrijd vordert. En dan kun je ook op het einde van de wedstrijd eventueel zien wat er op een ander veld gebeurt om nog bepaalde dingen te doen, wel of niet. Maar laat ons beginnen met eerst kwaliteit te tonen van de eerste seconde van die wedstrijd. Laatste vraag, Bart Laha. Een vraagje van de spelers die nu meegerest zijn. Zijn er daarvan achter wie een vraagteken staat om hun aantreden? Om een wedstrijd te starten wel. Om 90 minuten te spelen zeker. Op dit moment iemand die niet kan spelen, die is er niet bij. Iedereen kan trainen vanavond. Maar we gaan wel een aantal dingen aanpassen en met een aantal jongens minder doen dan we normaal doen voor zulke wedstrijden. Omwille van de lood van die deze week er al is geweest. een aantal jongens. Je kunt zelf wel de rekening maken wie dat meeste gespeeld heeft in de voorbije drie wedstrijden, denk ik. Oké, dank u wel.